Zat op de bank en jij maakte de opmerking, ze heeft het niveau van een vierjarige. Nou kan jij er niks aan doen dat je zo'n harde stem hebt, maar mevrouw hoort nog goed. En toen jij weg was, is ze heel boos geworden. Ze bleef maar herhalen, moet ik naar de kleuterschool, moet ik naar de kleuterschool. Nee, Jean, ik zat erbij en jij maakte echt de opmerking, ze heeft het niveau van een vierjarige. Goedemorgen, met taxibedrijf onderweg. Waarmee kan ik u van dienst zijn?
U wilt een taxi voor morgen. Om 9:00. Bedoelt u 's morgens of 's avonds, mevrouw? Om 9:00 of 21:00, mevrouw? U moet wel iets duidelijker zijn. Hey, Kar, met mij. Ik bel even over volgende week. Ja, we zouden toch een dagje met mama weggaan? Hoezo gaat het niet goed met mam? Ja, ik heb me er zo op verheugd. Ik heb al kaartjes besteld. Tja, wat deed ze dan? Nou, ik ben zo vaak mijn sleutels kwijt. Nee, ik begraaf ze niet in de tuin, nee. Rob, weet jij waar je moeder is? Ja, maar waar is mama? Mama was hier net nog en nu lig ik in een wit bed en... Ja, maar waar is mama? John, ik verzin dit niet. Ze is echt zo boos geworden dat ik echt gedacht heb, nou, je bent bedankt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je respect toont. Nee, John, ik vind niet dat je die opmerking kunt maken. Zeg, luister eens even. Ik ga het niet tegen andere collega's zeggen. Ik zeg het hier, nu, tegen jou. Ja. Ja, koffie drinken. Ja, maar hij is naartoe. Ja, geen geld. Geld, de mensen, niet erg. Vanmiddag, ja. Koffie, bij mij. Ja. Nee, nou moet je even ophouden hoor. Kom, we gaan gewoon volgende week. Hoezo heb ik makkelijk praten? Ja, ik woon iets verder weg, ja, maar heb ik dan makkelijk praten? Jongen, zeg. Nou, leuk hoor. Weet je wat je doet? Zoek het lekker uit. Ik vraag wel iemand anders mee. Dus u wilt een taxi voor morgenochtend om 9:00 naar het ziekenhuis in Eindhoven. En welk ziekenhuis in Eindhoven? Oh. Ja, maar mevrouw, ik moet wel weten welk ziekenhuis. Ik kan niet langs alle ziekenhuizen in Eindhoven rijden, mevrouw. Heeft u het ergens genoteerd? In een agenda of in een brief? Maar op welk knopje moet ik dan drukken? Ja, maar weet jij je telefoonnummer van mama? Ja, maar mama was je net nog en nu lig ik hier helemaal alleen en ik weet niet waar mama is. Waar is mama? Hé, hey, zusie, met mij. Ja, sorry dat ik net zo deed, maar ja, ik schrok er gewoon een beetje van. Wat deed ze? Liep ze in de ondergoed over straat? Nee, dat verzin je. Dat zou mama nooit doen. Dat zou ze echt nooit doen. Deed ze dat echt? Maar dat is vreselijk. Maar ze is nog veel te jong om dement te zijn. Jean, ik had ook mijn mond dicht kunnen houden, maar dat is niet ten gunste van de cliënt. Dus bij deze maak zo'n opmerking niet meer. Nou, ik dacht dat ik rustig begonnen was, maar als jij meent dit goed te moeten praten, dan is het voor mij einde verhaal. Weet wel, bij mij maak jij zo'n opmerking nooit meer. Ja, maar geld. Ik heb geen geld. En de mensen willen allemaal geld. Geld? Ja, maar, niet erg. Ja, maar, ik heb geen geld. Geld? Mevrouw, ik moet ook echt weten welk ziekenhuis u moet hebben. Weet u wat? U belt strakjes even terug als u weet welk ziekenhuis u moet hebben. Want ik kan op dit moment zo geen afspraak inplannen, dat begrijpt u ook. Oh, ik krijg een ander lijntje binnen. Ik moet helaas ophangen. Dag mevrouw. Oh, weet je waar je moeder is? Ja, maar ik lig hier nu helemaal alleen in een wit bed en ik weet niet waar mama is. Op welk knopje moet ik dan drukken? Weet jij je telefoonnummer van mama? Ja, ik lig hier helemaal alleen. Waar is mama? Mijn oude tante
was altijd heel zelfstandig. Al jarenlang dokte ze haar eigen boontjes. Maar door de dementie was ze op het punt aanbeland dat ze niet meer veilig kon uit de auto rijden. Ja, mijn tante vond dat natuurlijk niet. Maar haar kinderen waren het daar niet mee eens. En ze dachten, we maken haar autosleutels onklaar. Toen mijn tante haar autootje weer wilde starten, toen lukte dat natuurlijk niet. En heel boos belde ze naar de garage. Wat is dit nou voor een zaak? Wat een service! Wat verdorie! Nou, binnen een week hè, had mijn tante nieuwe autosleutels. En startte ze weer trots haar autootje. Fijn om bij jou te zijn. Oh. Fijn. Mama, ik moet je iets vertellen. Vertellen? Ja, ik moet jou iets vertellen. Vertellen? Ja. Vertellen. Mama, ik krijg een kindje. Kindje? Een baby. Een baby? Ik krijg een baby. Een baby? Oh. Baby's zijn lief, hè? Baby's zijn heel erg lief. Ja. Ja. Een baby. Jij wordt oma. Oma? Ja, mam. Jij wordt oma. Oma? Ja. Baby's, fijn, hè? Baby's zijn schattig, hè? Baby's zijn heel erg schattig. Oma. Oma. Fijn, mam. Oma. Kom. Oma. Zullen we een stukje gaan wandelen? Ja, ja, wandelen. Gaan wij een stukje wandelen. Kom maar. Wandelen. Baby's zijn schattig, hè? Baby's zijn heel erg schattig. Oh, baby's zijn lief. Soms moeten we wel eens wat dingen herhalen, maar dan moet je je niet druk om maken. Oh. Hoi, mam. Oh. Och, jongen. Jij bent het. Mag ik jou eens even voorstellen? Dit is Connie. Hallo mevrouw van Amsbergen, ik ben Connie. Oh ja, ja, ik ben mevrouw van Amsbergen, ja. Leuk je te ontmoeten. Ja. Hi mam. Ah jongen, ik ben zo blij dat jij er bent, Roderick. Nou, dat vinden wij ook, hè. We hebben het al zo vaak over Connie gehad. En nu kun je eens eindelijk eens een keer een levende lijve zien, hè? Ja. Ja. Is het niet goed? Nou. Wat is er? Ik heb een foto van... Foto? Ja, van... Welke foto? Het klopt niet. Wat bedoel je nou? Zal ik die foto eens halen? Sorry. Dat geeft niks. Kijk, deze bedoel ik. Maar daar lijk jij toch helemaal niet op? Nee, nee.
Maar het is wel een hele mooie foto. Het is een hele mooie foto. Het is inderdaad een hele mooie foto, mama. Zullen we hem nu alweer even opbergen? Oh, maar dat is goed, Roderick. Ja, ja. Ja. Ja, die foto is ook wel even geleden, toch? Ja? Ja, die foto is alweer meer dan 13 jaar geleden. Dat weet ik niet. Ja, ik was toen nog een heel stuk slanker. Als jij het zegt, zal het wel zo zijn, Roderick. Hij zal wel gelijk hebben, toch, Sonja? Zullen we gaan zitten? Sonja, jij gaat daar zitten. Roderick, jij gaat daar zitten. Ja. Ja? Ja, ik begrijp, het is allemaal een beetje wennen voor u, maar ik ben niet Sonja. Ja, Sonja komt hier natuurlijk regelmatig over de vloer, dus ja, daar is ze natuurlijk een beetje aan gewend. Ze is wel veranderd, Roderick, vind ik. Maar mama, dit is Connie, niet Sonja. Ze is heel erg veranderd. Wacht, ik heb een foto. Deze bedoel ik. Ja. Maar dan zie je er toch heel anders uit. Ja. Wat een mooie foto. Ja, vroeger was je ook veel knapper. Oh, doe nou! Nou ja, we worden er allemaal een beetje ouder op, hè. Maar ik ben niet Sonja. Vind jij nou ook niet dat ze veranderd is? Ja, zullen we die foto nu dan even gaan opbergen? Oh nee, Roderick. Die foto blijft op zijn vaste plek. Laat hem maar, ze is eraan gehecht. Die foto is toch niet meer van deze tijd? Nee, Roderick, dit is mijn huis en zo wil ik het. Prima. Dat is helemaal goed, hoor. Ook goed. Kijk, Sonja begrijpt mij tenminste. Mam, het is Connie. Heet jij Connie? Ja. Ja, ik ben Roderick's nieuwe vriendin. Ja? Ja. Ja. En Sonja dan? Sonja en ik zijn toch al lang aan elkaar? Ja. Nou kan ik het niet meer volgen, hoor. Ja, Sonja en ik hadden toen toch de hele tijd ruzie. Nee, je hoeft het helemaal niet te vertellen. Ja, het komt er allemaal niet meer aan, volgens mij. Ik kan het echt niet meer volgen. Nee. Nou, laten we die foto even opbergen, dan kunnen we samen nog even praten. Roderick, maar wel op zijn vaste plek, hoor. Op zijn vaste plek. Zo. Lusten jullie koffie? Oh, ik dacht, u vraagt het nooit. Eindelijk. Ik ga wel even koffie zetten, goed? Oh, dat is heel fijn, Roderick. Kan ik even met Sonja praten? Ja. Klets ik gezellig even met je moeder, hè? Ik ben blij dat jij zo'n engelen geduld hebt. Jij bent wel lief, hoor. Oh, dank je. Roderick, die kan soms zo ongeduldig zijn, maar daar moet je je niets van aantrekken, hoor. Nee, dat weet ik. Nou, dat doe ik ook niet. Nee, ik ook niet. Ik trek hem ook helemaal niets van aan. Ik ook niet. Ik hou van hem zoals hij is. Ja? Ja. Oh, nou, ik ook al. Ja. Zo, de koffie loopt. Oh, fijn, Roderick. Is ze niet lief? Ja, ze is heel lief. Nou, ik vind u ook heel lief, hoor. Jij hebt het toch maar met Sonja getroffen, hè, Roderick? Sonja, ja. Ja, Sonja, zo is het, hè? Ja. 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 Vandaag? Woensdag. Woensdag? Ja, gisteren was het dinsdag, dus vandaag woensdag, ja? Woensdag? Woensdag. Woensdag? Doei. Ja. Woensdag. 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 Ah, buurvrouwtje, is dat normaal weer? Welke dag is het vandaag? Woensdag. Woensdag? De hele dag, woensdag. Nee, hey, woensdag. Ja? Woensdag. Ja. Doei. Woensdag.
dat is nou de derde keer. Donderdag. Woensdag. Donderdag. Kijk, die kliko's staan allemaal buiten. Donderdag. Het is donderdag. Zal ik die voor nu ook even buiten zetten? Donderdag. We zijn thuis niet zo lijfelijk met elkaar. Een kus met verjaardagen en een kus met nieuwjaar. Maar toen mijn vader dement werd, werd hij veel fysieker. Hij kon je soms zo lief over je gezicht aaien. En hij genoot ervan als je hem een knuffel gaf of een dikke kus op zijn wang. Ik had natuurlijk nooit gewild dat mijn vader dement werd. Maar dat fysieke contact tijdens zijn ziek zijn heb ik als een cadeautje ervaren. Hier bent geweest, mis ik mijn horloge. Oh. Ja, en dan denk ik dat jij die meegenomen hebt. Daar gaan we weer. Ik mag toch wel zeggen wat ik denk? Natuurlijk, je mag alles zeggen wat je denkt. Nou, kijk. Ik mis hem gruwelijk. Ja, dat snap ik, mam. Ja. Altijd, hè. Als ik hem niet om heb, leg ik hem hier neer. Hier, op deze plek. Ja, en nou ligt hij er niet, hè. Nee, sinds jij geweest bent. Ja, is hij weg. Ja. Ja. Mam, kijk eens even. Dit is mijn horloge. Wat moet ik met jouw horloge? Ik heb er zelf een. Ja, ik ben niet gek. Natuurlijk doe je mijn horloge niet om als je hier op bezoek komt. Ja, mam, zeg, doe niet zo raar. Ik heb jouw horloge helemaal niet. En dat hebben we jou de vorige keer ook al gezegd. Je hebt je horloge ergens neergelegd. Je weet niet meer waar. En nou ben ik kwijt. Het was een gouden horloge. En ik had hem van papa gekregen. En ik was er heel erg aan gehecht. Ja, dat snap ik, mamke. Maar heb je overal goed gekeken? Ik heb alles afgezocht. Weet je dat zeker? Ik heb van boven naar beneden alles afgezocht. Ook op de badkamer? Ook op de badkamer. Ja, maar hoe kom je erbij dat ik jouw horloge mee heb genomen, mam? Omdat die kwijt is sinds jij de laatste keer hier bent geweest. Nou, man, er komen wel meer mensen hier over de vloer, hè? Waarom zou uitgerekend ik je eigen dochter hem meenemen? Waarom je zo niet, hè? Het was een mooie horloge en jij hebt vaak genoeg gezegd dat jij het een mooie horloge vond. Ja, maar mam, zij vindt wel meer dingen mooi, maar dat wil toch niet zeggen dat wij alles dan mee gaan nemen? Ja, maar het was anders wel een mooie horloge, hoor. Ja, maar man, wat moet ik met jouw horloge? Ik zoek toch nog even. Jezus, mam, ik vind het eigenlijk wel heel vervelend dat jij mij zo beschuldigt. Nou, je kunt hem wel zoeken, maar je vindt hem toch niet. Want hij is kwijt. Hoe kom je erbij om mij zo te beschuldigen, mam? Jezus. Nou, ik beschuldig jou niet. Ik zeg alleen maar dat hij kwijt is sinds jij de laatste keer hier bent. Nou, ik vind het wel een beetje hetzelfde, hè, mam? Nou, ik zeg toch niet dat je het gedaan hebt? Nee. Weet je nog wanneer je hem voor het laatst om had? Wat is dat nou voor een stomme vraag? Ik weet niet waar dat ding ligt. Jezus. Nou, het was zo'n mooie horloge. Ik was zo aangehecht. Ik mis hem nou al. Ik had hem van papa gekregen. Ik heb alles afgezocht. En hij is kwijt sinds jij hier geweest. Mam, ik heb hem niet. Punt. Nou, dat kun je wel zeggen. Maar misschien heb jij hem toch wel meegenomen. En misschien ook niet, mam. Nou, maar je hebt anders gezegd dat je het een mooie horloge vindt. Mam, ik vind het een hele mooie horloge voor jou. Maar niet voor mij. Ik heb een hele andere smaak als jou. Wat moet ik met jouw horloge? Tada! Ah, Eva. Komt jou dit niet bekend voor? Dus, hè? Heb jij die daar in
mee stopt. Ach, man, alsjeblieft. Ik zit met jou niet te bakkelei over dat stomme ding. Daar kun je me ook niet de schuld van geven. Nee, ik heb hem daar niet in gelegd. Je hebt gewoon niet goed gekeken, want hij lag gewoon daarin. Ja. Ja, sinds jij de laatste keer hier bent geweest. Ja, zal ik hem er wel in gelegd hebben, hè? Nou, man, weet je wat? De volgende keer als je iets kwijt bent, zou ik vooral daar gaan zoeken. Hè? Nou. Man, dit is toch niet zo erg? Man, is het niet erg? Hè? Ik vergeet de laatste tijd zoveel. Mama, maar het is toch helemaal niet zo erg als je af en toe wat vergeet? Het is wel erg als je veel vergeet. Ja, dat klopt, man. Dat is ook heel erg als je veel vergeet. Maar als je maar niet vergeet, dat wij heel veel van je houden, hè, man? Ja, en als je iets kwijtraakt, dat wij het voor je terug kunnen vinden. Hè? Ja, hè? Nou, kom. Ja. En nou koffie. Ja, koffie. Met tompoezen. Lekker. Inmiddels is mijn oma al heel erg lang dood. Maar de laatste jaren van haar leven hebben echt vaak met haar gelachen. Je wist gewoon soms niet wanneer ze iets echt meende. Of dat ze ons voor de gek hield. Dan vroeg ik bijvoorbeeld, maar oma, in welk jaar zitten we dan? Ja, 34, zegt ze tegen me. Ik zeg, 34? En wie is dan onze koningin? Wilhelmina natuurlijk. Maar ondertussen gaf ze mijn man wel een hele dikke knipoog. En nu weten we nog steeds niet of ze ons voor de gek hield of dat ze het echt niet meer wist. Wat ben je aan het doen? Zeg het me! Ik weet het niet! Aan het breien. Hij zit hier toch warm? Waarom is dat vloerkleed zo geel? Schat, dat hebben we 20 jaar geleden samen uitgezocht. Ja. Wat ben jij nu aan het maken? Wat ben je aan het maken? Oh, dat wordt een truitje. Ik vind het een lelijk ding! Ik heb dorst. Oh, zal ik een kopje thee voor je zetten? Ik wil geen thee. Ik wil geen thee. Schat, ik moet echt even de dokter bellen. Ik wil geen dokter! Wat ben je aan het doen, zeg het me! Ik ga breien. Weg met die gordijnen! Ik vind het een lelijke kleur. Jij ook? Nou, gewoon neutraal. Begin je nu alweer?
Hou eens op met die herrie! Het is niet goed! Het is niet goed! Ik ben niet goed! Jij bent niet goed! Ik doe zo mijn best. Niet goed is het! Niet goed! Nee. Het zal ook nooit meer beter worden. Wat ben ik nou eigenlijk? Oh. Je bent gewoon thuis. Thuis? Ja. Ik mag toch wel altijd hier blijven wonen? Wat zijn dat voor rare geluiden? Dat is buiten, dat zijn de auto's. Buiten? Ik wil naar buiten. Dat is goed. Ja. Maar gaan we naar buiten? Nee, ik wil naar buiten. Ja. Maar ik kan niet alleen naar buiten. Nee. Nee. Niet alleen. Nee. Ik ga jij mee naar buiten? Ik ga met jou mee naar buiten. Toen mijn vader op de afgesloten afdeling lag, viel het ons op dat hij nog wel heel snel kon schakelen. En dat was eigenlijk best wel komisch. Als ik dan binnenkwam, dan zat hij in zijn stoel, mompelde iets, maar het was moeilijk te verstaan. En dan zat hij lekker in zijn stoel en dan komt er iemand langsgelopen van de verpleging. En dan zei hij iets zo van, dat vind ik een rot kerel. En die meneer van de verpleging kwam langs en die zegt, dag meneer Wensink. En in een seconde zegt hij, dag meneer, zei hij dan. Hi, Mom. Hi, Mama. Hallo. Ik ben het. Anne. Anne. Hi. Anne. Hi, Mom. Anne. Hi. Fijn dat ik er ben, Mom. Ja. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er ben. Ja. Anne. Ja. Mama. Ik moet jou wat vertellen. Vertellen? Vertellen. Vertellen. Ja, mama. Ik krijg een baby. Een baby? Ja. Een baby. Een baby. Ik ben zwanger, mam. De baby's zijn lief, hè? Baby's zijn heel erg lief. Ja. Baby. Jij wordt oma. Jij wordt oma, maar Thomas Foley. Voel je dat? Oh. Dikke buik. Ja. Baby? Baby. Lief, hè, mam? Oma? Ja, fijn, hè? Baby's zijn schattig, hè? Baby's zijn heel erg schattig, hè? Oh, baby. Zullen we gaan wandelen? Ja, wandelen. Gaan we een stukje wandelen. Kom. Wandelen? Ja. Naar buiten? Ja. Ja. Baby's zijn heel lief, hè? Baby's zijn heel lief. Ja. Heel lief.
verrassing. Oh, kom binnen, ik wilde net thee zetten. Wilt u een kopje meedrinken? U wilt wat vragen. Welke dag is het vandaag? Vandaag is het vrijdag. Kom binnen. Welke dag is het vandaag? Vandaag is het vrijdag. Wat leuk dat ik u weer eens zie. Hoe gaat het met u? Kom binnen dan, drinken we samen een kopje thee. Kom maar. Fijn dat u bij mij binnenkomt om met mij een kopje thee te drinken. Gaat u hier maar zitten hoor. Welke dag is het vandaag? Vandaag is het vrijdag. Ik ga even een kopje... Buurvrouw, zou u liever naar huis willen gaan? Naar huis? Ja, en dat we dan bij u thuis een kopje thee drinken. Lijkt u dat wat? Ja, ja. Nou, kom maar, dan gaan we samen naar uw huis. Hè? Ja. En dan drinken we bij u thuis een kopje thee. We speelden jaren elke donderdagavond een aardig potje bridge. Alleen het laatste jaar? Nou, het was gewoon geen doen meer met haar. Het was vreselijk. Het leek wel of we met een klein kind aan het kaarten waren. Iedereen die ergerde zich dood. Nou, volgens mij deed ze het expres. En toen is Antoinette 3 maanden geleden geroyeerd. Oh. Nou, dat is dan niet zonder reden geweest, haar vreemde gedrag. Antoinette lijdt aan een zeer agressieve vorm van Alzheimer. Wisten jullie dat niet? Nee. Nee, maar ik heb er ook niet meer gesproken sinds dat hele bridgeclub Oh, Alzheimer, ja. Nou, dat is best erg. Nou, dat is heel erg. En dat op jonge leeftijd. En nou is het zo... Nou gaat ze dus volgende week naar een gesloten afdeling en ze komt nooit meer thuis. En nou wilde ik jou vragen, zou jij misschien willen helpen om haar huis leeg te halen? Wie, ik? Ja. Nou, ik weet niet of ik daar de aangewezen persoon voor ben na heel dat bridgeclub gedoe. Maar, wat dacht jij van een verhuisbedrijf? Ja. Daar hebben we natuurlijk ook aan gedacht. Maar het idee dat er wildvreemde mannen gewoon door haar huis liggen te graaien. Nou ja, daar kom je niet onderuit. Daar krijgen we vroeg of laat allemaal mee te maken. Maar ik dacht, als goede vriendinnen van vroeger, om dat dan samen mooi af te sluiten. Nou, nee. Nou ja, ik kan gewoon niet aan het idee wennen dat er wildvreemde lompe mannenhanden letterlijk door haar porseleinkast heen maaien. Haar porseleinkast?
Zij heeft zo'n prachtig 36-delig antiek theeservies. Ja. Dat heeft ja, ze zeker. Je meent het? Ja. Nou ja, ze heeft nog meer. Ze heeft kristal en ze heeft zilver en keramiek en nou ja, heel de Ik kom jou helpen. Echt waar? Ja, natuurlijk kom ik helpen. Dat doen vriendinnen voor elkaar. Dan maken we er een mooie dag van en sluiten het leuk af. Morgen kan ik. Kan je morgen? Dat theeservies. Dementie is zo'n vreemde ziekte. Zo huil je samen en zo lach je samen. En mijn moeder had een gigantische grote fantasie. Zo was ze er namelijk heilig van overtuigd dat mijn zus zou trouwen met Hans van Breukelen. Ja, ja, de oudkeeper van PSV, echt waar. Nou, ze had er hele verhalen over. Maar ja, ze maakte vooral zich heel erg druk van wat voor jurk moest ze aan. Want ja, ze zou tenslotte trouwen met de Hans van Breukelen. Maar goed, ze maakte zich ook al helemaal druk. En wie nodigen we uit? En waar is het feest? En ze kon daar zo heerlijk in meegaan. En wij deden dat natuurlijk ook met heel veel liefde en heel veel plezier. Maar zei ze er dan altijd bij? Geen witte trouwjurk, hè? Want je bent al ooit getrouwd geweest. Buurvrouw. Welke dag is het vandaag? Vandaag? Vandaag is het woensdag. Het is vandaag woensdag. Kan ik u nog anders ergens mee helpen? Want ik ben erg druk. Woensdag? Ja, woensdag. Dag. Dag. Mevrouw, bent u er alweer? Kan ik u nu ergens mee helpen dan? Welke dag is het vandaag? Het is woensdag, dat heb ik u al eerder gezegd. Woensdag is het, de hele dag. Woensdag. Ja, ik ben erg druk, sorry hoor. Dag. Dag. Het is
Hi, mam. Hallo. Hallo, hoe is het? Wat zijn jullie toch lang weggebleven? Oh, ma. Een paar dagen geleden waren we er ook nog. 2 dagen geleden, mam. Ja, nee, veel langer. Ja, maar we zijn er. Ja. Hè? Zo is het. En hoe is het met moeders? Goed. Of fijn? Ja, heel goed. Fijn. Willen jullie wat drinken? Nou, lekker. Nou, pak het zelf maar. Oké. Ik zet dadelijk wel even koffie. Ja, dat is goed. Hé, mam. Heb je nieuwe ketting op? Nee, die heb ik al heel lang. Ja? Ja. Ik heb die medaillon nog nooit gezien. Wat zit jij over die medaillon te zeuren? Sorry, maar ik zeur helemaal niet. Ik zeg alleen dat ik hem nog nooit gezien heb. Nou, ik heb hem al heel lang. O ja? Ja, ik heb hem al zo lang. Nou, ik heb hem al zo lang als ik weet. Oké. Ja. Zou je misschien een keer open willen doen dan, mam? Wil je hem hebben? Nee, ik hoef hem helemaal niet te hebben. Het is jouw medaillon tenminste, dat zeg je. Wil je hem afpakken? Nee, mam, ik wil hem helemaal niet afpakken. Want hij is van mij, hè? Ja, dat zeg je. Ja. Zou je hem eventjes open willen maken, mam, dat ik even kan kijken? Waarom? Nou, meestal zit er iets in. Een haarlokje of een fotootje of zo. Hè? Eens kijken. Oh ja, ja. Ja, eens kijken. Oh, dit is de buurman! Jij met je buurman? Nee, man, dit is de buurman! Nee, dat is niet de buurman! Ach, man, kom op! Jeetje, Mina! Zo! Nou. Zitten jullie mij uit te lachen? Nee, ik zou niet willen, man. Nee, natuurlijk niet. Maar misschien is die ketting wel van iemand anders en die is er misschien wel heel verdrietig om. Nou, als jullie zo op bezoek komen, dan ken je wel weer ja. Nou, maar... Maar ik heb jullie door. Je wil hem dat ik hem afdoe en dan wil je hem inpikken. Maar hij is van mij en hij blijft van mij. Ja, 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 tuurlijk, mam. Maar misschien kun je me vertellen waarom dat het fotootje van de buurman in jouw medaillon zit. Dat is niet de foto van de buurman. Oh nee, van wie dan wel? Van papa. Oh, nou, als dat zo is, heb jij weer uit te leggen, maar. Het is papa. Nou, laat me nog eens even goed kijken van dichtbij. Doe even, laat even kijken. We willen alleen maar kijken wie er op het fotootje staat. Nou, gewoon maar kijken. Wat? Ja, zeker. Die heeft een snor, die man heeft een snor. Toen papa jong was, had hij een snor en dit is een foto van toen papa nog jong was. Ja, ja, ja. Man. En rood haar en krullen. Kom op, man. Rood haar en krullen. Dat is papa toch niet? Heb ik het verkeerde fotootje erin gedaan? Hoogstwaarschijnlijk wel, man. Nou, kijk eens gauw. Ja, ja. Kijk eens gauw. Wacht even. Wacht, blijf dan even zitten. Nou, ja. Ja, wacht even. Mam, blijf nou even. Ja, kijk ja, dan. Ja, geef hem niet los. Jeetje. Goh, je hebt per ongeluk denk ik het fotootje van de buurman. Ja, man. Nou, laat nou eens kijken. Ja. Nou, kijk eens. Hè? Is dat papa? Nee, hè? Papa, dat heb ik even goed. En ook geen snor. Nee, ook geen snor. Ook geen rode snor. Oh, nee. Nee. En, ja. Ja. Mm-hmm. Nou, ik die ketting bekijk. Ja. Yeah. Nou, zijn we eruit? Bijna, wacht even. Nou, ik geloof niet dat die... Nee, het is niet jouw ding, hè? Nee. Nee. Nee, die ketting is niet van mij. Nee. Dan denk ik dat we die ketting maar eens heel gauw terug moeten geven. Aan wie? Nou, misschien aan de buurvrouw, hè? Zij, ja, zij, ja, haar man heeft tenslotte rood haar en krullen en een snor. Dus... Ja. Denk je dat de buurvrouw er blij mee is? Dat denk ik wel. Als ze hem niet wil, wil ik hem wel terug hebben. Ja, natuurlijk, dat snap ik, man. Geen enkel probleem. Hè? Zo, en nou koffie, hè? Ja, lekker. Ja. Met Tom Poeze. Heb je geen wijntje? Nee, joh. Hey, mama. Hi, mam, kom. Ik ben het, Anne. Je dochter. Kom. Kom, mama. Kijk eens, mam. Mag ik jou voorstellen? Aan mijn zoon.
Baby. Baby? Ja. Simon. Van wie? Van mij. Jij bent oma geworden, mam. Je bent oma. Oma. Ja. Oma. Kijk. Lieve mama. Oh. Zag je ze? Ach, een baby. Een baby. Ach, lieve. Baby's zijn lief. Baby's zijn heel erg lief, ach, mam. Kom kijken. Wil je hem vasthouden? Voorzichtig, hè? Hoofdje vasthouden. Goed zo, mam. Lieve, hè? Oh, van wie? Van mij, mama. Ah. En jij bent oma. 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 Kom. Kom maar gauw. Oh. Voorzichtig. Ja. Oh. Baby's. Zullen we hem samen in bad gaan doen? In bad? Ja? Ja. In bad? Ja? Ja. Kom. Ga hem samen in bad doen. Ja. Kom. Heb ik weer. Baby. Van wie? Van mij, man. Oh. Baby is lief. Hoi, man. Oh. Hi. Van harte gefeliciteerd, man. Met je verjaardag. Ben ik jarig? Ja. Waarom heeft niemand mij dat verteld? Nou, bedankt. Nou, goed. Fijn, hè, lieve lieverd. Kijk eens, ik heb iets voor je meegebracht. Oh, wat zit er in die doos? Ja, wat zou erin zitten? Mag ik hem openmaken? Jij mag hem zo meteen openmaken, man, als iedereen er is. Ik ben zo nieuwsgierig. Ja, dat snap ik. Even wachten. Hi, mam. Oh, wat leuk dat jij op bezoek komt. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Oh ja, ben jarig, hè? Ja. Ja. Nou, sorry dat ik wat laat ben, maar ik moest de kinderen nog in bad doen. Hier. Kijk eens, hier, die doos. Mag ik die openmaken? Vind je het goed? Oh, mam. Zou er wat lekkers in zitten? Zit er iets lekkers in? We laten hem nog heel even dicht, mam, tot iedereen er is. Goed? Goh, ik wil hem nou onderhand wel eens openmaken, hoor. Nog even geduld, mam. En verwacht. Zo, mam. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, wat ben jij lang niet meer geweest? Ja, ja, vorige week volgens mij nog. Nee, zo lang. Nou, maar ik weet dat je het allemaal niet meer zo goed weet. Dus daarom heb ik maar vast een paar flesjes wijn meegenomen. Dan zal ik voor iedereen vast een glaasje inschenken. Nou, we beginnen gewoon met koffie, hè? Koffie. Kijk eens, vind jij het goed als ik hem openmaak? Och, laat me redden. Sst. Ja, ja? Hoi allemaal. Oh. Hallo. Oh, Paula. Oh. Wat fijn dat ik je weer zie. Ja, proficiat met je verjaardag. Alweer een dochter? Nee, man. Dat is je zus, man. Oh, dankjewel. Nou. Goh, een hoop visite er toch, hè? Lijkt wel of ik jarig ben. Ja, Paula. Je bent toch ook jarig? Ik zou toch nooit de verjaardag van mijn zus overslaan? Oh ja. Nee. Kijk eens. Nou mag je hem openmaken. Mag ik hem nou openmaken? Jij mag hem openmaken, man. Oh. Tom Poeze. Heerlijk. Oh, Tom Poeze vind ik zo lekker. Heerlijk, mam. Is echt lekker, hè? Ja, heerlijk. Hoe oud ben je nou precies geworden vandaag? Nou, ik ben... twee keer de helft. Dat zeg ik ook altijd als ik geboren ben. Twee keer de helft. Ja. Of de helft twee keer. Ja. Paula, die sjaal, die is leuk. Heb je die vandaag voor je verjaardag gekregen? Die sjaal? Ja, leuk. Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen, ja. Deze voor de verjaardag? Ja, die heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Ja, leuk hoor. Ja.
Zal ik alvast een tompoes pakken? Ja. Ja. Allemaal een tompoes? Nee, niet bij de wijn. Nee, ik doe aan de lijn. Oh, weet je, als je in een tompoes bijt, hè, dan komt er allemaal van die gele pudding uit. Ja. Ja. Nou. Heerlijk, weet je, maar wat ik het allerlekkerste vind is, hè, die roze bovenkant, die vind ik zo lekker, hè. Ik dacht dat we dit jaar roomsoesjes zouden nemen. Nou, mam houdt niet van roomsoesjes. Mam houdt van tompoezen, ja. Hè, mam? Ja, ik vind tompoezen heel erg lekker. Hé, hey, Paula, weet je nog dat als mam vroeger altijd zelf tompoezen bakte? Weet je toch nog wel, die waren heerlijk. Bakte ons man vroeger tompoezen? Ja, dat maakte ze zelf. Dat weet ik ook nog wel. Die tompoezen van oma, die waren heel erg lekker. Ja, dat weet je toch nog wel. Ja. Weet je dat niet meer? Ja. Nou, ja. Nou, maakt niet uit, man. Deze komen van de bakker en die zijn ook heel erg lekker. Ja. Jongen, dat is zeven over die tompoezen, zeg. Wil jij ook een tompoes? Nee, mam, ik moet nog rijden. Paula, weet je dat je nou nog ouder bent geworden dan ons man? Ja, die heeft jammer genoeg die leeftijd niet gehaald. Wat is ons man? Die is er toch niet meer? Ja, maar zij zou vandaag toch ook hier naartoe komen? Ze zou toch ook hier naartoe komen? Die is er niet meer. Hoezo die is er niet meer? Die is al lang dood. Die is op heel jonge leeftijd gestorven, jammer genoeg. Daar had jij ook heel veel verdriet over toen. Ja. Is mama dood? Ja, pas een jaartje 25. Nee, toch? Oh. Is mama echt dood? Ach, ja. Tante, dat werkt zo toch niet? Oh. Nu heeft ze weer verdriet. Oh, de dood van oma, dat werkt toch niet zo? Ze weet toch wel dat ons man er niet meer is? Nou, daar kan ik mijn verstand niet bij, hoor. Nee, dat weet ze niet. Begrijp dat nou toch? Nou, meneer Traantjesweg, weet je wat we zullen doen? Ja. We pakken een lekkere tompoes. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik goed. We gaan lekker tompoes eten. Ik lust wel een tompoes. Wil jij even delen? Ja, ik deel de tompoes wel even aan. Nou, eerst het jarig Jopje. Nou, pak hem maar in je mand. Oh, heerlijk. Lekker, hè? Oh. Ja, goed. Lekker, ja. Hoor. Zeg, kennen jullie die mop al over die twee dementerende? Nee. Maar hij is al best wel leuk, hoor. Daar willen we ons graag zo bij. Er waren dus twee dementerende, hè, die liepen over straat. Ja. En dan zegt die een tegen die ander, laat mij eens in het midden lopen. En zegt die ander, dat kan helemaal niet, want dan moet je met z'n vieren zijn. Oh, ja. Nou, dat je flauwe grappen, hè. Nee, dat is zeven over die tompoes de hele tijd. Oh, maar als je in een tompoes bijt, hè, dan komt er allemaal van die gele pudding uit. Hè? Maar de roze bovenkant, die vind ik het allerlekkerste. Pas op. Oh, jurk. Die room gaat op je jurk. Dat is helemaal niet erg, tante, want we hebben een wasmachine. Hè, man? Oh, heerlijk. Dan doe ik al die roze bovenkant op mijn arm. Zodat de pudding er niet uitloopt, hè? Zo is het. Maar ja, dan eet ik eerst de gele pudding op. En ben zo blij dat jij tompoezen mee te maken. Ik heb tompoezen en lekker wat ik heb. Maar als ik die gele pudding op heb, dan pak ik het rood. Nee, ik val te schaak. Ja, als ik dit op heb, dan pak ik deze, want die vind ik het allemaal lekker. Als pak je wel vaak er nog één. Mag ik er nog één? Een mes en vorkje misschien. Oh. Tante, dat heeft het helemaal niet zin, dat ziet u toch. Laat het toch lekker genieten, dat maakt er niet uit. Als je in een tompoes bijt, hè, dan komt er allemaal van die gele pudding uit, hè. Ja. En daarom doet de roze bovenkant eraf. Ja. En die bewaar ik voor het laatst. Want die vind ik het lekkerste. Oh. Zeg, Paula, heb je de foto's al gezien? Van onze Ruud, de trouwfoto's. Heb je die gezien? Oh, die waren toch mooi. Nee, die hebben we nog niet gezien, tante. Nee? Nee. Wow, die waren toch mooi. En ze had een hele mooie bruidsjurk aan, met zo'n hele lange sluier.
En het was zo schattig, hè, want die kinderen waren er ook bij. Zo leuk, hè? Tante, mama kan het allemaal niet meer volgen. Begrijp dat nou toch? Mama, als je wil, mag je er dadelijk gewoon nog eentje pakken. Mag ik er nog een? Ja, nee, je mag er nog een. Jij bent juist. Oh, heerlijk! Oh, heerlijk! Ik vind het onpoezen dat zo lekker. En als je dan in bed komt, allemaal die gele pudding uit. Dan doe ik de roze bovenkant er vanaf. En die bewaar ik voor appelglazen. Want ik vind het allemaal lekker. Heerlijk, ik vind het onpoezen. Ik heb nou toch wel echt een donkerbruin vermoeden dat jij het erom doet. Doe dan niet zo raar, ze geniet hiervan. Ja, en jij geniet ervan dat ik hier moeite mee heb. Stop, doe niet zo moeilijk, ik vind het toch gewoon lekker. Ja, later toch. Altijd zo gezellig, die verjaardag. Ik dacht dat we afgesproken hadden dat we iets handzaams zouden meenemen. Tompoesjes of een petit voertje. Ze houdt ook helemaal niet van petit voertjes. Nee. Ach, ze weet helemaal niet waar ze van houdt. Ze houdt hier van plezier, toch? Ja, als het maar zoet is, dan ben je helemaal niet zo van tompoesen. Ach, ze zit de hele tijd te praten waar iedereen naar haar heeft. Zet haar mond op, alsjeblieft. Ik heb echt een hele fijne verjaardag. En ik vind tompoesen echt het allerlekkerste wat er is. Heerlijk. Nou, ik vind, hè, maar dat vind ik, dat dit eigenlijk wel gevierd moet worden. Ja. We slaan heel dat koffiegeneuzel over en we beginnen aan een goed glas wijn. Ja, daar ben ik eigenlijk wel niet toe. Eigenlijk. Nou, heerlijk. Anders ik wel. Nou, lekker. Jij ook, man? Ja. Ik ook. Oh, ja. Niet zo vol. Oh, heerlijk. Heb je dorst? Alsjeblieft, een gewoon glaasje. Jeetje, wat kun je toch lomp zijn af en toe? Volgens mij had je al gedronken voordat je hier binnenkwam. En waar ga je nou weer naartoe? Ik moest toch een glas pakken? Dat staat daar, kijk dan uit je doppen. Jeetje, sorry man. Je gaat eigenlijk niet meer rijden, hè? Waarom moet je altijd zoveel zuipen? Dat is toch niet te geloven? Gedraag je toch eens een keer fatsoenlijk op een verjaardag? Altijd zit jij met drank. En veel te veel. Nee, dan moeten jullie stoppen. Dan moeten jullie stoppen. Dit vind ik niet meer leuk als jullie zo boos doen. Ga de troosten en hou op met dat gezang. Heb je nou je zin? Ja, maar waarom niet zo